De Ramadan is begonnen en daarmee is voor moslims een bijzondere periode aangebroken. Het meest algemeen bekende onderdeel van de Ramadan is het vasten. Iets waar je normaal gesproken al redelijk wat discipline voor moet opbrengen. Maar al helemaal als je in een restaurant werkt, zoals Ismet Özkan. Ja, het is wel zwaarder dan normaal. Alleen dan doe ik wel rustig aan met mijn energie, zeg maar. Dan kan ik gewoon de hele avond, de hele dag verspreid werk gedaan. Dus niet dat ik in één keer heel hard ga werken, maar gewoon echt verspreid langzaam. Ook in zijn restaurant speelt de Ramadan een belangrijke rol. Ze openen op dezelfde tijd als normaal, maar blijven wel speciaal langer open. 'S Avonds gewoon draaien we gewoon normale dinerkaart en dan 8:30 beginnen we met Ramadan menu. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Mensen hebben respect. Het is een hele leuke sfeer. Sommige mensen beginnen met Ramadan. Die wachten tot het laatste moment en dan gaan ze pas eten. En andere mensen waren aan het eten en ze vonden het ook leuk om te kijken hoe mensen van vast komen binnen. Dus wel een heel leuke multiculturele sfeer heb je hier binnen. In een restaurant staat eten en drinken natuurlijk centraal. Maar de Ramadan gaat over zoveel meer dan alleen het vasten. Ja, persoonlijk, het is niet alleen maar niet eten en niet drinken. Maar je moet beseffen wat je in welke wereld je leeft. Je moet gewoon blij zijn wat je hebt. Als je naar oorlogsgebieden kijkt, mensen hebben in één keer niks meer. Dus, niet alleen reinigen van binnen, maar ook breder kijken naar de wereld. Tijdens de Ramadan is het niet alleen de moslimgemeenschap die 's avonds aanschuift. Ismet heeft altijd een tafeltje klaarstaan voor mensen die nieuwsgierig zijn en meer willen weten van deze vaste maand. Daar kunnen ze ook meekijken, eten, meedoen, misschien een keertje. Ik heb ook personeelleden die niet moslim zijn, maar die hebben wel een aantal keer meegedaan. Ze vinden het ook leuk om mee te doen. De Ramadan wordt natuurlijk afgesloten met het suikerfeest. Dat zal dit jaar rond 2 mei gevierd worden.